Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Hogwarts Legacy. We gaan het toch nog een keer proberen om Rookwood te verslaan. Blijkbaar is het zo dat je hem in de battle gewoon ook kan attacken. Ik weet niet precies hoe dat werkt, maar we gaan eens zien hoe dat, hoe heet het, of een menu wel gaat lukken. Want ik kan wel elke keer dus anderen blijven verslaan, maar het blijkt dus dat die gewoon de hele tijd weer bijspannen. Dus dan is dat nog niet handig, hè? Want dan ben je alsnog elke keer tegen niks aan het vechten. Want uiteindelijk dan spannen we er toch wel weer nieuwe. Maar laten we eerst. Oh. Een executioner. Boom. Is this Hogwarts back?
moet hem dus zijn schild kwijt doen raken. Kan iemand mij daar stenen op liggen die ik kan gebruiken? Boom! Kijk, dat was het. Zo moest hij. Oh, we zijn nog steeds niet klaar. He dead! Oh, zijn we nog niet klaar? Ja, toch? Revelio. Oh, nu weet ik eindelijk hoe die moest. Rookwood's reign is finally over. Wat een gezeik en gezever was dit, zeg. Sorry voor mijn saltiness in de vorige aflevering, als jullie dan kunnen herinneren. Monies! I like monies. Er is daarachter nog een chest. Revelio. Oeh, er was al gear. Even kijken naar de gear. Dan gaan we wat weggooien. Oké. Oh, die is niet eens goed, maat. Nee. Verkeerde knop. Revelio. Oké. We gaan terug naar de map chamber. Dat was me nogal een battle, zeg. Oeh. Terug naar de map chamber.
Ik moest dus gewoon de hele tijd focussen op Rockwood. Om te blijven geen andere spannen als, als je geen andere verslaat. Yo, vijg. Victor Rookwood is dead. He confronted me as I left Ollivander's with the Keeper's wand. I had to defend myself. Godric's heart, are you all right? I know you're well able to defend yourself. I've seen it often enough. But Rookwood himself... He would have killed me once he found the repository, if not before. I had no choice. You're right. You had no choice. You did what you had to do. The wizarding community owes you a great debt. Thank you for saying so, Professor. I'm ready for what's next. All right, then. The Keepers have been waiting. You have completed all of our trials, and you have done so under circumstances even I did not foresee. You understand now why all of this was necessary. The portkey, the vault, the locket, the book, the trials. To ensure that one with the ability you and I share would make the same choice that Sarn, Neve, Charles, and I did. Now that you have witnessed my memory, you understand all that is at stake. Not everyone is what they seem. Ooh, spannend. As you know, light does not exist without shadow, nor shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Even the most well-meaning and competent amongst us cannot possibly know the consequences of manipulating what should be beyond our reach. What lies in the repository must never be released. Resist the temptation to destroy or control it. The magic that you have so carefully honed must now be used only to protect the secret we keep. You have the wand. You will know when to wield it. We leave our legacy in your hands. Astonishing. That must be the way to the repository. Interessant. The final repository. Spannend. We can only hope that we're not too late. I should hope that the enchantment protecting the castle would protect against an incursion from below. I fear they may not. Although, if they don't now, I can assure you they will in the future. Were you able to reach Professor Weasley? I was. Hopefully she and the others will arrive soon. They know where to find the door through which we entered. I'm bored. Damn, the goblins. Let's go. If his loyalists are here, he cannot be far behind. You and I have faced worse, Professor. Search the area! Must be in somewhere. We must be getting closer. Renrook, we'll be pleased with our progress. Oh. Not quiet enough. Zo, er zijn er nogal veel, niet? Wat
stands between us and him. We need to move it. I shall handle it. One moment. Let's go. Oeh. Oh nee. Oh, waarom niet gewoon twee? Niks. Oh, er was er nog, die andere was nog niet dood. Ik dacht dat die andere al dood was. Oh nee. Thank you.
Hoppatee. Professor, that wall, that's the way forward. Very perceptive. My young friend. It worked. Let's go. I fear you're right, Professor. There's nothing we can do but keep searching. Oké, okay, vijf. Let's go. Spannende aflevering dit. Lumos. Revelio. Ik lig heel strategisch allemaal weg in Welts klaar hier. Dat vertrouw ik niet. Oeh. Ik denk dat we hier mooi de aflevering gaan beëindigen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.